Spannend. Beetje, hè? Beetje spannend. En spannend was het niet alleen voor patiëntje Megan van 20 maanden, maar ook voor het personeel van het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Na jarenlange plannen en 2 jaar lang bouwen werd het dinsdag verhuisd binnen het ziekenhuis. De kinderafdeling was het eerst aan de beurt. Op naar de nieuwbouw. Ja, we zijn al jaren bezig om alles goed op papier te krijgen. En nu is het natuurlijk die day. Dan gaan we vandaag verhuizen. En dat brengt heel veel gezonde spanning met zich mee, maar wel ontzettend leuk. Het ziet er mooi uit. En we zijn erg blij dat we zover zijn om te gaan verhuizen. Is het nou spannend, zo'n verhuizing? Ja, ik vind het toch voor wel, ja. Ja, het is meer wat er omheen kwam. Het overviel ons ook een beetje, want ja, we zijn natuurlijk alleen maar voor haar. En daar kwam er plotseling bij. Maar we hebben het ook nog niet gezien, dus we laten ons eigenlijk verrassen. Als je straks naar de nieuwe afdeling gaat, dan heb je in ieder geval je eigen douche. Hoe denk je daarover? Ja, dat is wel fijn. Dan hoef je niet meer heel de afdeling naar één douche. Merk je iets aan de kinderen voor de verhuizing dan van vandaag? Nou, de kinderen die vinden het natuurlijk ook allemaal erg leuk om te zien van wat er gaat komen. Maar ik ben vooral met de verhuizing bezig. Dus de kinderen die worden vandaag door iemand anders verzorgd. Maar hebben de andere collega's dan misschien een indruk van hoe ze vanavond met de dalende gezonde spanning en de kinderen om moeten gaan? Nou, die zullen er vast ook heel veel zin in hebben om de nieuwe ruimtes die zoveel mooier en groter zijn te laten zien. En zodat de kinderen helemaal kunnen genieten van alle nieuwe faciliteiten die daar aanwezig zijn. Later deze maand verhuizen de hartbewaking en de eerste harthulp naar de nieuwbouw. Uiteindelijk worden alle afdelingen die te maken hebben met cardiologie hier ondergebracht. In het voorjaar van 2012 wordt het tweede deel van de nieuwbouw opgeleverd en verhuizen de andere afdelingen. Thank you.